follow-along stretching video voor de spagaat. Alle stretches die we in deze video gaan doen zijn om de spieren die je nodig hebt in de spagaat leniger te krijgen. Als je dit nou een fijne routine vindt en je hem vaker wil gaan doen, maak dan even een foto voordat je bent begonnen en na een paar keer. En dan kan je die sturen naar mijn Instagram, @evamaghek, want dat vind ik wel leuk om te zien. Oké, zorg ervoor dat je goed opgewarmd bent, dat je een paar jumping jacks, een beetje rennen, dat je spieren lekker warm zijn. En dan kunnen we beginnen. We beginnen met afrollen. Dit is echt puur voor jezelf, dus voel even aan je eigen lichaam waar je nu staat en hoe het voelt. Je mag even een plié maken en weer strekken. En dan gaan we gelijk naar de grond toe. Voor de volgende oefening duiken we naar voor en weer terug. Zorg ervoor dat je een zo groot mogelijk rondje maakt met je armen. De bedoeling is dus dat je je rug zo lang mogelijk recht houdt en pas op het laatste moment als je beneden bent een bol maakt. Je zal merken dat ik in deze video wel meer van deze bewegende stretches gebruik, omdat ik dat zelf gewoon een hele fijne manier vind om je spieren los te maken. Dit is de laatste. En klaar. Oké. Voor de volgende oefening gaan we in een deep lunge met rechts voor. We zullen alle oefeningen eerst even met rechts doen en daarna met links. Dit is weer een bewegende stretch. Je strekt je benen beide en buigt naar je voorste been toe. En dan ga je weer terug naar je deep lunge. De bedoeling is om je achterste hiel op de grond te krijgen. Maar zoals je kan zien lukt dat mij ook nog niet helemaal. Maar dat is waar je naartoe werkt. Nu nog de laatste. Nu gaan we terug naar onze lunge en zetten we onze knie op de grond. Het is heel belangrijk dat je hier je heupen recht naast elkaar houdt, oftewel squared. Je kan je ellebogen op de grond plaatsen, maar als dat nog niet lukt, is dat helemaal niet erg. Het belangrijkste is gewoon dat je je heupen recht houdt. Terwijl jullie hier nog heel veel blijven zitten, wil ik alvast zeggen dat niet de volgende stretch, maar de stretch daarna gebruiken we een muur en een blok voor. Als je deze dingen niet hebt, kan je ook een kussen of een boek gebruiken in plaats van een blok. Of een stoel of een bank in plaats van de muur. Oké, voor de volgende stretch strekken we ons voorste been en buigen we er naartoe. Hier is het weer belangrijk om je heupen recht te houden. Als je deze stretch nou heel makkelijk vindt gaan, kan je ook je voet flexen, maar dat is niet per se nodig. Nu komt de stretch met de blok en de muur. Je plaatst het blok of je opgevouwen kussen of boek tegen de muur en plaats je knie erop. Dit is weer met onze rechterbeen voor. Eerst leunen we tegen de muur aan. Hier probeer je je heupen onder je te krijgen. Dit zal je voelen in je bovenbeen van je linkerbeen. Nu glijden we naar voren. In dezelfde positie als de diepe lunge, met onze knie op de grond. Hier is het weer belangrijk dat je je heupen recht houdt. Je kan je handen op de grond plaatsen, op je knie of misschien zelfs op je ellebogen. Voor de volgende stretch blijven we bij de muur. We schuiven er tegenaan en we tillen onze rechterbeen op. Dit is een van de moeilijkste stretches. Dat zie je waarschijnlijk ook wel aan mijn gezicht. Maar blijf gewoon goed doorademen. En strek je knie. Dus kijk niet naar mij, maar strek je knie.
een paar seconden. En klaar. Nu mag je terugkomen naar het midden. Of nou ja, je kamer. En dan gaan we zitten in de spagaat. Als je nog niet helemaal bij de grond komt, is dat helemaal niet erg. Denk er gewoon aan om je heupen recht te laten. Dus niet zoals in de video die je hier ziet. Maar draai ze bij. Als je dit makkelijk vindt, kan je ook een overstretch gaan proberen. Met bijvoorbeeld blokken of een bank. Dan beginnen we nu met de linkerkant. We beginnen weer in onze deep lunge. En dan gaan we weer omhoog. En weer terug in de lunge. Probeer ook in de lunge je heupen zo dicht mogelijk naar de grond toe te krijgen, zonder dat je je knie buigt. En de laatste. Oké, dan kunnen we weer onze knie op de grond plaatsen. En dan duwen we onze heupen naar de grond toe. Denk er dan weer aan om je heupen recht te houden. Dit zeg ik heel vaak waarschijnlijk, maar dat komt omdat het echt het allerbelangrijkste is. Zo voorkom je heel veel blessures en het verkeerde manier stretchen van je spieren. Oké, dan strekken we weer onze voorste been en leunen we naar voren. Let op, de volgende stretch is weer bij de muur. Deze keer plaatsen we onze rechterknie op het blok en hebben we onze linkerbeen voor. Duw eerst weer tegen de muur aan. Nu schuiven we naar voren in onze lunge-positie. Oké, blijf weer bij de muur en til deze keer je linkerbeen op. Denk eraan, blijf ademen. Het gaat hier om de vooruitgang, niet om hoe ver je nu al bent. Dus elke keer als je het doet, zal je net ietsje verder komen. Nog een paar seconden. Yes. Mag je weer terugkomen naar de grond. En dan gaan we in onze linker spagaat. Punt hierbij alsjeblieft je voorste voet, dus weer niet zoals ik. Als je geen overspagaat kan, of je komt nog niet op de grond, kan je dingen doen zoals naar voren buigen of naar achter buigen, of je handen even van de grond afhalen. Zelfs als je nog niet helemaal op de grond bent, kan dit helpen om je nog verder te krijgen. Zorg er altijd voor dat je geen pijn hebt terwijl je aan het stretchen bent. Goed gedaan! Dat was de stretchingroutine. Vond je dit nou een fijne stretchingroutine en wil je ook nog meer voor bijvoorbeeld split of voor je rug of gewoon voor je hele lichaam? Laat het dan weten in de comments of op mijn Instagram, @evamaghek. Ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.